Welkom bij Regio TV aan tafel. We gaan het hebben over beregenen. Hoe nat wordt het en hoe droog wordt het? De weersomstandigheden die worden op de een of andere manier gecontroleerd. En dat schijnt met waterschappen te gebeuren. Wij verdiepen ons erin in deze aflevering van Regio Tafel Rivierenland. Anton van Straten is met een gast. Hartelijk welkom. Hey, dank u wel. Nou, je bent algemeen bestuurslid. Waterschap Rivierenland. Nou, dan, hier is Rivierenland, hè? Dit is het Rivierenland. Ja. Althans, het Rivierenland, dit is de gemeente Tiel. Het hoofdkantoor zit daar, geloof juist. Ik. Ja. En waar woon je zelf? Ik woon in Tiel zelf. Hier in de gemeente Tiel. Ja. Al lang? Bijna 30 jaar. Dus niet geboren en getogen? Niet dan. Geboren en getogen. Mag ik dan weten waar je dan verder nog vandaan komt, wat niet op de kaart staat? Ik heb ooit in Zeeland gewoond, maar ik ben afkomstig uit een schippersgezin. Dus wij hebben eigenlijk altijd gevaren. Dus ik ben op het water opgegroeid. Voordat we verder gaan praten, we zitten hier zo omdat er een nieuwsitem was over de beregeningsvoorschriften. Die zijn veranderd. En ik stel voor dat we daar even naar gaan kijken. Vanwege de weersomslag heeft het waterschap Rivierenland het beregeningsverbod in de Betuwe en Altena opgeheven. In delen van de gemeente Bergendal, Wiegen en Heumen blijft het nog wel van kracht. Het regent flink en de temperatuur daalt en de zon schijnt minder. De vraag naar water is dan ook afgenomen. In de Betuwe gold sinds 10 augustus overdag een beregeningsverbod en in de regio rond Nijmegen is aanvoer van water soms niet mogelijk. Daarom blijft het beregeningsverbod hier nog van kracht. We raden watergebruikers wel aan om er rekening mee te houden met de mogelijke aanwezigheid van blauwalg. Nou, Anton Helder, je mag niet overal wel en niet beregenen. Hoe komt dat tot stand eigenlijk, zoiets? Hoe bepaal je dat in het waterschap wat wel en niet mag? Nou, we hebben in ieder geval drie stukken. Hè? Altena, het gedeelte Nijmegen en Rivierenland, de Betuwe. Ja. Nou, daar zijn drie verschillende systemen. Hè. Bijvoorbeeld in de Betuwe, daar mocht overdag niet beregend worden. Omdat de systemen, ja, er was zoveel vraag dat de systemen niet voldoende aangevuld konden worden. Nou, dat gebeurde dan op de dag, zodat in de nacht beregend kon worden. Ja. De andere gebieden hadden een volledig beregeningsverbod. En dat had echt te maken met blauwalgen in het land van Altena dat aanvoer krijgt vanuit de Maas. Ja. En in het hoge gebied in Nijmegen, ja, het is hoog, daar krijg je geen water natuurlijk. Dat is ook een bekend fenomeen. En ja, dus daar was ook 24-7 een beregeningsverbod. Maar hoe zie ik dat? Jullie zitten bij elkaar om een tafel heen en dan zit je te praten over het vochtgehalte in de grond. Moet ik dat zo ongeveer zien? Nou, dat is dus de grondwaterstand. Ik zit niet aan die tafel. Hè. Ik ben de bestuurslid. Nou, wij volgen natuurlijk wel wat er gebeurt. Hè. Dat is een van onze taken. We zitten ook voor de belangen van de ingelanden, maar ook voor de burgers. En nou, het beregenen heeft natuurlijk een heel groot effect. Ja, op de productie, maar ook op de condities van het land voor de boeren. Je zit hier ook namens niet alleen het waterschap, maar je bent ook lid van een politieke partij. Dat klopt, ik ben lid van de 50PLUS partij. Ja. En ja, dat ben ik al 6 jaar lid van. Kijk aan. Nou, nog even in kort. Als je dat nou in 3 regels zou beschrijven, wat doet het waterschap? Kun je dat dan in 2 volzinnen uitleggen? Nou, het waterschap zorgt is verantwoordelijk voor de grondwaterstand, hè, de onttrekkingen tot 150.000 kub en voor het zuiveringsproces en ja, zoals u ziet ook in de zomer voor de waterverdeling. Ja. En als er dan wateroverlast is, waar we hier dan vooral in de regio behoorlijk last van hebben gehad de afgelopen jaren, ben je daar dan ook verantwoordelijk voor? Of zeg je nee, ik kan alleen maar dan wat zakken aan de voordeur leggen en hopen dat het allemaal beter wordt? Nee, daarvoor heeft het waterschap allerlei gemalen en systemen om ook het water af te kunnen voeren. En eigenlijk was altijd het werk van de waterschappen, maar ook van de overheden gestoeld om water af te voeren. Maar ja, de laatste jaren hebben we ook heel veel problemen met droogte. Dus de agenda's zijn nu ook gesteld op water vasthouden. Dus de taken lijken wel veel meer uitgebreid te zijn. Ja, en de klimatologische omstandigheden die veranderen natuurlijk enorm. Is dat nog een aandachtspunt van beleid? Nationaal natuurlijk wel. Hè. We hebben ook te maken met het hoogwaterbeschermingsprogramma. Stel dat je in de winter ingaat met een hele lage rivierstand en het gaat vriezen, ja, dan
dan is er nog een grotere uitdaging. En het gaat steeds meer en harder regenen ook. Hè? Dat is ook nog goed te handelen. Dat is zeker te handelen, want op dit moment, zoals ik het zelf heb kunnen inlezen, zitten we echt op minimaal van dit niveau. Ja. De grondwaterstanden worden ook aangevuld en de rivierstanden zijn nog laag, die stijgen wel, maar niet verontrustend. Hoe lang ben je daar nu al mee bezig met dat waterschap? Met het waterschap sinds de laatste periode, dus volgend jaar komen er weer verkiezingen, dus 4 jaar. Maar beroepsmatig ben ik al bijna 36 jaar werkzaam voor de overheden en met het watervraagstuk. Wat moet je daarvoor kunnen of wat moet je daarvoor weten? Moet je eigenlijk een agrarische achtergrond hebben of moet je hoog opgeleid zijn of moet je gewoon veel weten? Nou, ik denk, wat heet hoog opgeleid? Ik denk dat je moet geïnteresseerd zijn. Ik ben zelf afkomstig uit de binnenvaart, zo ben ik er eigenlijk ingerold. En ook in waterschappen zie je natuurlijk ook best wel veel mensen met een agrarische achtergrond. En hoe kom je dan in het waterschap terecht? Nou, via de verkiezingen. Hè. Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. En dan gaan partijen de lijsten weer samenstellen. En dan kan de burger en de ingelanden, hè, dus de mensen in het boerenbedrijf, die kunnen weer voor 4 jaar kiezen voor mensen die ze dan vertegenwoordigen. Ja, en denk je dat is dat niet een beetje een ondergeschoven kindje? We hebben al de landelijke politiek, dan hebben we al de gemeentelijke politiek. En dan ook nog, hoe leeft het nou echt nog een beetje, die waterschap? Of zeg je, wacht maar tot alles onder water loopt, dan komen ze vanzelf bij ons? Nee, ik denk dat het steeds meer gaat leven. Niet alleen vanwege de hoogwaterproblemen, maar ook de kosten die stijgen, die zijn enorm. En de kostenstijging die nu op de mensen af gaat komen, die zijn nog nooit zo hoog geweest. En daar maken we ons ook zorgen over. En ik denk dat als mensen zich realiseren dat ze veel meer afdragen aan waterschapslasten en alles wat erbij komt dan bijvoorbeeld aan de gemeentelijke lasten, dat mensen zich dan ook veel meer gaan interesseren wat er ook gebeurt en hoe ze die kosten omlaag kunnen krijgen. Toch meer betrokkenheid en toch ook leuk om dan kennis met je gemaakt te hebben. Ja. Wat denk je zelf? Je zit bij 50 plus. Gaat in de peilingen over het algemeen landelijk nog niet zo geweldig met die partij. Je hebt ook geen Tweede Kamerzetel nog. Wat denk je dat het allemaal wel weer goed komt? Want het zou zonde zijn als er natuurlijk een hoop kennis verloren gaat. Nou, ik denk persoonlijk wel dat het is een beste weg, hè, die je af moet leggen. Maar je moet echt weer ergens vertrekken. Maar ik ben ervan overtuigd met een goede campagne en met de juiste mensen en met de juiste kennis. En senioren hebben heel veel kennis. En met de juiste senioren gaan we gewoon de verkiezingen in. Nou, ik hoor het al. En dan blijf je nog eventjes zitten bij het waterschap, neem ik aan. En wellicht bij de provincie. Anton, dankjewel voor dit gesprek. Waterschap en beregenen. We hebben weer wat informatie meegekregen en u bent weer volledig op de hoogte. Wilt u meer informatie, dan volgt u dat natuurlijk op onze website www.regiotvaantafel.nl. Dank voor uw aandacht en graag tot de volgende keer weer.